Heb je ook nog het verhaal meegekregen over Schiphol? Dat moet krimpen, maar dan toch iets minder hard gaat krimpen? Ja, dat laatste verbaasde mij natuurlijk weer niks. Dat het altijd toch, nou ja, Schiphol, dat is toch een soort heilige koe. En ja, ik dacht namelijk dat ze teruggingen naar 400.000. Daar was toch sprake van. Maar ja, dat komt natuurlijk weer niet, omdat de volledig complete klare vliegveld bij Lelystad niet functioneert. Ook zowat. We beginnen een beetje op België te lijken, hè. Er schijnt een boek te zijn waarbij, dat boek bestaat volledig uit foto's van enorme bruggen, sluizen. Je kunt het zo gek niet verzinnen aan infrastructuur die niet gebruikt worden. Nou, daar kunnen we langzamerhand ook wel een beetje van meepraten. Ja, maar de Amerikaanse overheid heeft zich er ook mee bemoeid. Hè? Omdat ze hebben gezegd, ja, als jullie vluchten gaan schrappen, heeft dat ook gevolgen natuurlijk voor wat wij kunnen bieden. Dus dan gaan wij ook vluchten schrappen aan onze kant. Ja, dat is ook zo'n vervelend ruilsysteem natuurlijk tussen die landingsrechten, zoals dat heet. Ja, nou ja, misschien moeten we met z'n allen wat minder gaan vliegen. Nou ligt dat in Amerika natuurlijk weer heel anders. Om de eenvoudige reden dat veel afstanden daar natuurlijk van een zodanig aard zijn dat je niet even in de auto springt. Mm. Maar goed, ik ga morgen met de bus naar Leipzig. Ik zeg het maar even. Ideaal, bustransport. Dat als die bussen een beetje comfortabel zouden zijn, goede airco, met enige regelmaat, dan zijn ze in allerlei opzichten zijn ze stukken goedkoper dan de hoge snelheidstrein. Als je zorgt dat het ook redelijk functioneert, zijn ze ook beter dan het spoorwegsysteem in Europa. Wat, zoals wij allen weten, een zootje is. Anders kun je het niet karakteriseren. Althans, de Deutsche Bahn is een zootje. En ja, vliegen doe ik ook niet. Je kunt ook vliegen natuurlijk naar Leipzig. Nu moet je wel, wat is het, zes uur in de bus zitten of zo. Maar goed, dan kun je onderweg uitstappen om interessante dingen te bekijken. Dus we hebben een leuke stop bij die grensovergang in de tijd tussen de DDR en de Bondsrepubliek. Dat is een enorm complex waar mensen dus van alle kanten bekeken werden. Hmm. En dat is wel interessant om dat natuurlijk te zien, want dat wordt nu niet meer gebruikt vanzelfsprekend. Nee, nee. Oké, maar dan hebben we dus, want de angst die dan een beetje boven de markt hangt, met name dan geuit door de mensen van Schiphol. Ja, zo meteen moet je heel veel overstappen als je naar een bepaalde plaats in Engeland of Amerika wil vliegen. En nu kun je nog rechtstreeks ernaartoe. Ja, nou ja, kijk, Schiphol heeft natuurlijk een soort hubfunctie. Een hub is zo'n ding waar je dan weer naar kleinere bestemmingen kunt. Die heeft het zich in de loop der jaren toegeëigend, maar of dat nu de ideale locatie is voor een reusachtig vliegveld met een hubfunctie. Als je natuurlijk even kijkt naar vergelijkbare steden in Europa, Brussel, München, daar stelt die luchthavens wel vaak een enorm complex, maar je voelt dan aan je water dat er niet veel te doen is. Nee. Nee. Nou wel deze week die meneer van Schiphol, die woordvoerder of die directeur, die had wel een goede uitspraak. Die zei, nou, we hebben de verantwoordelijkheid natuurlijk voor de vliegmaatschappijen, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid als bedrijf Schiphol voor alle mensen die hier omheen wonen en die dus last hebben. Ja, dat heb ik. Het is een enorme werkgever. Maar dat is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk ook nog, afgezien van die passagiers, is het natuurlijk een omvangrijke luchttransportafdeling. 300.000 banen is het voor verantwoordelijk. Kijk, het is dus wel een heel belangrijk werkgelegenheidsproject. Ja, maar hij bedoelde niet zozeer die mensen, hij bedoelde ook de omwonenden. De vraag is natuurlijk of je bijvoorbeeld dat hele toeristische vliegverkeer, of dat vanaf Schiphol moet, ja of nee. Daar hadden we dan in principe dat Lelystad ding voor gedacht. Maar dat gaat denk ik nooit meer open. Ja, ik zou dat beschouwen als een zeldzame vorm van verspilling. Kijk, hier komen die vliegtuigen ook over. Die zijn voor Schiphol. En ik geef toe dat ik ken mensen die dat stom vervelend vinden. Maar ik heb er geen last van. Maar hoe vaak je weet is dat waar je woont. Je woont in een van de allerdrukst bewoonde delen van Europa. Als u daar geen puf in hebt, dan heb ik kunnen we misschien een hele uitzending aan wenden. Tips voor rustig wonen. Oost-Polen, dames en heren. Een heerlijke streek. De Mazurische meren. Schitterende landschappen. U ziet geen hond. Misschien een wiesent. Maar verder ziet u geen hond. Ik kan het u warm aanbevelen. De Baltische Republieken. Niet in die steden daar. Maar dat is al heel snel. Is dat dennenbos. En dan kunt u heerlijk rustig wonen. Zweden. Of Zuid-Italië, het is een beetje aan de warme kant, maar ik kan u verzekeren dat het echt daar in die uitsteeksels van Italië is, het echt hartstikke rustig wonen. De Pyreneeën, de Apennijnen, het is ongelooflijk.
Ja, dat u nou toevallig in zo'n beetje een van de alle drugsbewoonde stukken woont. Sterker nog, ik kunt ook in Drenthe gaan wonen. Dat is een stuk rustiger. Hoort hier heel wat minder vliegtuigen dan hier in de Randstad. Jij hebt hier toch niet zo heel veel last? Nee, maar ze komen wel regelmatig over. Ja, maar het is toch heel veel anders dan nou, dat je... Nou, ik zal de klagers op dit terrein nou niet persoonlijk vernoemen, maar die zei heb je wel. Ja, maar het is natuurlijk anders dan dat je bij Schiphol een huis hebt echt tegen de landingsbaan. Ik zal je daar eens iets geks van vertellen. Mijn tante en oom woonden lang geleden in Bad Hoeverdorp. En die vliegtuigen, ik zweer het je, dat waren nog van die propellervliegtuigen. Dit speelt zich af in mijn jonge jaren. Ik logeerde daar. Die kwamen echt op 200 meter hoogte over. En de eerste dagen denk je, ik kan hier niet leven. Dit is gewoon, ja, ik moet naar huis. Desnoods ga ik liften, maar dit is niet uit te houden. En na een week was het weg. Je hoort het niet meer. Nee, kijk maar naar de huizenprijzen. Zijn de huizenprijzen bijvoorbeeld daar in de buurt van Schiphol, zijn die lager dan op plaatsen waar je geen vliegtuig hoort? Dat denk ik wel. Nee. Nee? Kijk daar maar eens naar. Maar rond Tata Steel is het wel duidelijk. Ben je altijd blij als je een huis vindt. Niet rond Tata Steel. Nou, volgens mij staan daar niet op grote schaal huizen leeg. Terwijl jij, ik zou moeten zeggen, er moet een enorme leegstand zijn. Nee, maar die huizenprijs is wel flink lager. Maar goed, dan heb je ook IJmuiden. Dan heb je ook nog de geur. Het uitzicht op al die duistere torens. Hè. Het is net in de ban van de ring daar, als je naar buiten kijkt. Nee, dus daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar bij mijn weten, ik heb er nog een stukje over gelezen, zijn de huizenprijzen, laten we zeggen, in de schaduw van Schiphol niet significant lager. Maar jij zegt dus je went eraan aan dat geluid. Nou, ik was er zo aan gewend, ja. Je hoort het gewoon niet meer. Je weet toch die anekdote van die mensen die woonden in een huisje aan een vierbaansweg. En ze woorden was, waar heeft u dan last? Nee, we merken er niks van. En toen door omstandigheden was er enige weken geen verkeer op de vierbaansweg. Toen konden ze niet meer slapen. Zo waren ze gewend aan dat geluid van die vierbaansweg. De mens went aan alles. Oké, okay. Nou, dan zullen vast luisteraars komen. Ja, dan zullen zeker luisteraars komen die hier tegen protesteren. Dat was mijn ervaring, Bad Hoeverdorp. En waar woonden ze? In de Gaaistraat. Ik bedoel, als u nog zegt van, dat moet niet waar zijn wat die van Rossum vertelt. Gaaistraat 15, Bad Hoeverdorp. Dat was het. Echt waar, je kon ze met een proppenschieter raken. Heb je geen Moers ook nog gezien? Want dat is ook zo'n bedrijf dat dan in die... Ja, dat is onbegrijpelijk. Mag ik er wel op wijzen dat op dit punt onze overheid natuurlijk massaal in gebreken is gebleven. En daar gewoon, ja, men wist het, er is niets aan gedaan. Dat is toch ook een beetje het Tata Steel verhaal. Ja. Ja, nu ineens is daar een beetje druk op gezet en zo. Maar natuurlijk, iedereen wist dat toch, die dingen. En de overheid deed er niks aan. Er zijn mensen die dus waren een hele... En waarom deed de overheid er niks aan vanwege de werkgelegenheid? Ja. Waarom kan Schiphol dan nu toch weer met een beetje voezelen toch nog weer minder erg naar beneden dan iedereen dacht? Dat is de werkgelegenheid, zoals jou al genoemd. 300.000 mensen, dat is wel veel, maar goed, dat kan. Ja, dat tellen ze waarschijnlijk alles mee met ook die bedrijfjes ja, en zo. Misschien ook vrouwen en kinderen, dat weet ik niet precies, maar goed... Feit is natuurlijk, het hebben we het wel zo over gehad, heeft Koen Teulings mij in de tijd uitgelegd. De beste econoom van Nederland, hè? Ja, ja prima econoom volgens mij. Vooral omdat hij het meestal niet eens was met de overheid. Dat geeft al, bij dat planbureau was hij toch directeur. Die zei, die boemerangvormige streek, namelijk je begint bij Haarlem en dan ga je naar het oosten en neem je Schiphol natuurlijk mee, Amsterdam vanzelfsprekend. En dan naar beneden tot en met Utrecht en de Utrechtse regio. Dat is economisch verreweg het meest succesvolle deel van Nederland. Hoogste huizenprijzen, hoogste opleidingsniveau. Utrecht heeft toch een prijs gewonnen laatst voor de regio hier? Meest economische bla bla bla, zoiets? Ja, Utrecht is een boomtown. Als je denkt dan hoe moeilijk Utrecht het gehad heeft in het recente verleden. Ja, dat vertelde jij toen. Met die hele zware industrie is hier vertrokken. En ja, Utrecht is een zegen voor Utrecht dat er een universiteit is. Ik geloof dat alleen al het UMC 1000 mensen in dienst heeft, of in ieder geval FTE's heeft. En mensen blijven hier natuurlijk ook, als ze gestudeerd hebben, blijven ze hier hangen. Dat is anders in Groningen en Maastricht. Ja, ik denk aan dat Science Parkje. Maar als je één keer per maand over de Uithof rijdt, dan staat er weer een gebouw bij. Ja.
Dus RIVM is daar nu dat hele nieuwe gebouw aan het bouwen, hè? Langs die A27. Oh, dat wist ik niet. Dat futuristische is niet te missen, maar als je net zei. Ik ben daar laatst ook weer geweest. Nou, daar werd ik door die meneer. Ja, dat ging om de mogelijkheid om in feite van buitenaf in die restant, in dino-restant nog iets te herkennen. Zit, je hebt een ei en zit daar nou iets in en hoe ziet dat eruit? Dat soort dingen. Dat was niet helemaal succesvol overigens, maar werd ik door die wetenschappelijke baas daar aangesproken. Loop eens even mee, wij werken aan een groot project om plastic afbreekbaar en bruikbaar en daarmee bruikbaar te maken. En ik denk, wel interessant, waarom doet de journalistiek daar dan niks aan? Dat had ik in de tijd ook met dat bananenproject. En dat je denkt, dat is toch hartstikke fascinerend. Dat was in Nijmegen, hè, dat bananenproject. Nee, dat was in Wageningen. In Wageningen was dat, ja. Ja, we hebben een bananenprobleem. Zeggen, de Kwaliteitskrant had wel een stuk over het bananenproject. Daarna? Want ik denk dat jij allemaal ideetjes dropt. Nee, ik denk dat het daarvoor was, maar okay. Dat weet ik niet meer. Okay. Maar mag ik toch ook de journalistiek in Nederland eens oproepen? Misschien iets minder medianieuws, helemaal geen probleem. De betekenis van de media wordt schrobbelijk overschat. Maar doe eens wat aan wetenschapsnieuws. Daar is toch wel aandacht voor? Nou, de serieuze kranten hebben ook een serieus wetenschapskatern. Maar op de televisie kan er nog wel wat meer aandacht aan worden besteed, ja. Naar mijn idee. Ga eens informeren bij al die science parks wat ze precies uitspoken. Hartstikke interessant. Daar gebeurt heel veel en hebben er best wel veel van in Nederland. Ja, in Utrecht heb je het liggen. Nee, maar goed, er zijn science parken genoeg. Ja. Moet je hier in Utrecht gaan kijken. Joh. Eindhoven ook. Maar dat moet aandacht aan besteed worden. Ja, en, ja precies. En je hebt in Sittard Glyn Brightlands liggen. Daar gebeurt ook genoeg. Je moet vaak even achter die fabrieken kijken. En dan je moet dus even achter de coulissen kijken. En wat blijkt, daar zijn allerlei lui bezig met nuttige dingen. Ja. Nog even over Chemours. Wat me daar lastig lijkt, is dat die directie van het bedrijf zegt... nee, de berekeningen kloppen niet wat naar buiten is gekomen. Nou, dus dan zou ik zeggen, maak je even nieuwe berekeningen. Dat kan ook niet even duren. Dat kan niet al te ingewikkeld zijn. Volgens de Kwaliteitskrant zaten die eieren vol met PFAS, heb ik begrepen. Allemaal mensen met kanker. Daar, ja. Families met... Ja, hoe erg dat nou is als je die eieren met die PFAS eet, dat was me niet helemaal duidelijk. Maar goed, ze zaten vol met PFAS. Maar goed, dit is ook iets waar de overheid... want we hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat de overheid zei, ja, de slager... We hebben zo'n spreekwoord, de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat was wel in hoge mate het beleid van de kabinetten de afgelopen tientallen jaren. Dat de slagers vooral maar hun eigen handel moesten keuren. Dat de overheid ging daar niet tussen zit, hè, vanwege de ruimte die aan de burgers geboden moet worden om de boel op te lichten.